Alright guys, this is Alex607, welcome back to Remember Me. Last time, unfortunately my file got corrupted, so I could only do episodes 3. So we're gonna do episode 4 again now, and do episode 4 and 5 today. So yeah, let's go. Dat is heel erg irritant. Dat is Arrest, ja. Agents. Dat is heel erg irritant dat hij corrupt raakte. Ik heb hem over de week heb ik een 3 tot misschien wel 4 keer laten renderen. En hij wilde het maar steeds niet doen. Dus dat is kut. La Bastille Fortress, the most notorious prison in Europe. Its patients have their memories confiscated when they check in. These memories are returned when they have served their sentence. Unable to remember their previous lives, La Bastille's prisoners are convinced that there is nothing to escape to. This twisted penal system is directed by Madame, the ferocious governor of La Bastille. Absolute master of their minds, she is the only key to access the servers in the Memory Confinement Center. After my arrest, it was there that I was locked up with the other errorists. Now Edge is sending me back to liberate my comrades and my confiscated memories. I have to admit, the prospect of returning there fills me with hope and dread in equal measure. You get your memories back. Episode 4. And wait, you? Panoptic icon. Nou ja. Ik weet dus ongeveer nog hoe dit verhaal hier zal gaan. But it's still worth it. Yay, rotten. Het enige voordeel hier aan, echt een grote voordeel hier aan, is dat je niet bij 1000 keer waarschijnlijk zal dood gaan. Only Madame has access to the Bastille memory servers. Trace the bitch down. Find out how to get them. Edge, een beetje gevoelig. Alright, let's go. Let's go. Oh, we kunnen niet daarop. Oh, we're off to a good start. Jones at work. Goeie. You break me out, and now you expect me to waltz back in there. The Errorist movement is counting on you, Nilan. You must break into those servers and free their stolen memories. Free your memories. This is where we rise from the ashes and fight back. Drones. And no remembering to help this time. We need to go fast. Aha. We did go fast. Come on. Alright, holy shit, camera angle. What's going on? Alright, well, we've got... We did not get past, we didn't get past, we didn't get past. Kom, kom even langs. Dan pak ik nu de uitgang. Goodbye, sir. Holy shit. How did you not see? Oh, hey, there's no safe. Oh, whatever. Let's go. Thank you. Oh hey, jullie zijn er weer. Oh hey, het zijn ook de onzichtbare. Nee, 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 kom op. Kom op. Kom op, hoe kan ik dit blijven doen als we alleen maar gaan aanvallen? Oh ja, dit gaat wel natuurlijk echt gebeuren. Oh, kut. Kom op. Allemaal rip.
Oh, that's too good. I did not forget you. Nope. Oh. Wait, that's me. Hey, forget it. Oh, come on. Oh. Oh, come on. Come here. Ow. Go here. Oh, there's actually acorns. Alright, well, let's pull that new type of healing. Oh shit! Oh shit! I don't know why I should add. Cool, that's a full camera angle. What's that, a new spawn? My first move. Oh, come on! I put my ult is doing all shit even. Shooting when not able to spawn follow. And it's about three way. Take my punish. One more. Oh, natuurlijk gaat hij net weg. Kill. What? Oh, dat zag er goed uit. Oké, ik heb gevonden dat er nog maar eentje is. Nou, dan laten we dat maar rekken. Oh nee, het zijn twee. Oh, there we go. Oh. Hey, twee ik nog steeds hoor. Maar ze zijn een beetje nutteloos. Alright. Oh, ja, daar toe. Ah, deze keer gaat dit destroyed by sneller. That must have been some battle. I wouldn't stand a chance against one of those machines. There's an idea. See if you can't recover the detection module in this broken drone. Yay. Drone detection. Lucky you. Your sensen can now indicate any drone captors you might come across. Very handy. Yeah, very. Oh. Nee, ik ben al te laat. Perfect, precies weten wanneer iets komt. Alright, let's just follow it. Oh shit, dat is niet goed. Hier staan. Thank you. Wat is dit? Oh, dat is gewoon iets raars. Ja, waar zou dat zijn? I'll just follow you. Waar naartoe, weet ik niet. Waar moet ik hier naartoe? Ah, hey, kijk dat eens. Tadaa! Ik wist niet eens dat... Oh, zo mijn god, dat was zo die feit. Oké, waar moet ik naartoe? Ah, de ladder op. Steel. The prison with the human face. Admire the lie. Blind machines serving an automated administration. That smell. That noise. It's getting under my skin. In order to get into the prison, you'll need to intercept an empty cell and use it like an elevator.
Well, let's do this. Waar zijn we? Hier niet. Waar zijn we wel? Oh, oh, camera angle, lastig. Oké, waar moeten we naartoe? Ik ben vergeten. Hier is nee, lijkt me niet. Oh, hier, oké. There we go. Nou, wel, we moeten daar zijn. Nou, let's go. Lekker wit hier. Bright, oh, sorry. Dat vond je. Fijn, wel. We gaan naar boven. The cell. It reminds me of something really bad. Oh. I remember this place. The hopelessness. Like I was never gonna leave. The lower down they keep you, the more of you they take away. They strip memories like old prisons used to take away belts and shoelaces. How far did I fall? Hey sis, Nilan. This place has no hold over you anymore. Oh yeah. Die cutscene, die heb ik heel vaak gezien. Ik weet nog steeds niet zo goed wat er hier nou gebeurt. Behandel. Almost. Zo dichtbij. Oh, natuurlijk, dan moeten we hier gaan wachten tot hij terug is. Dus we gaan ze toespringen en wegspringen. Alright, here we go. Ha. Alright. En we zullen weer dietje. Waarom word je zwart? Ik snap het niet. Alright. Let's continue. Unofficial source that a terrible metro accident. It's totally not us. It's totally not us. Alright. Oh hey, hier is weer zo'n mooie informatiepoort. Oh hey, kijk dat is. Oh, zie. Daar is een syndroom. Hij komt eraan. Get back. Oh, get more back. Hier ging we heel van daar. Oh yeah, master sneaker. Processing, please wait. Even kijken wat daar is. We zouden niet van niets hier naartoe kunnen. Ik denk dat. Right. Oh mijn god, dat is zo dichtbij weer. Dit is het, inderdaad. Woep! Look how clever we are. Oké, dit gaat weer een tight fit worden. Oh mijn god, dat was eigenlijk in zijn detection zone. Maar ja, lucky me. Oké, geen tijd meer om te sneaken. Ah, Sergeant Vaughn. As much as I appreciate your services, I do nonetheless require a minimum standard to the specimens you bring us. I need healthy specimens, not trauma victims! Yeah, whatever. Just fill out a damn form. Appointment notice. Madam and Dr. Crane are required just in the interrogation block. I shall mention your slipping standards to Madame.
see what she wants to do about it. Aw, gee, would you? That'd be just peachy, prick. Let me just grip my penis, like. I know him. Lock. Sergeant Vaughn. A bad man. The worst. He knows the security system inside out. Its glitches, its back doors. Follow him and steal his secrets. It's the only way you'll get close to Madame. All right. Hello, beautiful ladies. Time for your cavity search. Mooi dat hij zichzelf zo, dat het zo duidelijk is waar hij te vinden is. Alright, daar is hij. Wat doe je? It's her. Kill. Get wrecked. Oh shit! Oh, rip. Ik wil hier graag weg zijn. Au, nee. Dat lukt van niet. Oké, wat denken jullie hier misschien van? Hey, daar was ik. Ik was bezig met rekken. Jij niet. Mooi dat ze zoals altijd gewoon een beetje. Gewoon een beetje stil gaan staan. Oh yeah. Oh hey. Dat is een boss, sit down. Oké, wat denk je hier dan van? De laatste keer. Oh, dat is één klap. Nou, één klap omhoog. Oh. Natuurlijk. Het moet wel ook weer vier zijn of zo. Oh, dit is echt een beetje een awkward plek om te liggen. Laten we ergens anders naartoe gaan. Hier, dit is een betere plek. Hier, heb dit. Oké, we gaan weer te ver naar die hoek toe. Kom hier. Ik heb nog wat tijd nodig om te reageren. Oh, kom op. Oké, dat was goed. Dat was een goed play van ze. Nu was het gewoon in de verleden tijd verwekt. Oh. Ik kan niet goed zien of er nou iets gaat gebeuren of niet. Oh. Au. Ja. Oké. Nou, nip. Hey Knully, ik weet niet hoe je vanaf daar naar hier naartoe bent gegaan, maar het zal best. Ik ga je pakken. This is for everything you did to me! That's for everything else I can't even remember. There you go, sis. You got the keys to the kingdom. La Bastille is yours. Well, that was easy. Oh, cool. It's time to put your... Oh! Oh, synchronization is altijd lastig. Oh, en dan moet je ook een goede knop drukken. Alright! Oh, hey, wat gaan wij doen? This is orderly 1242, engaging fugitive. The junk bolt will break the heavy. Enforce a shield. Ja, doe dat. Ik weet het al. Oh, what the fuck? Mislukt het nou serieus?
En deze gast was zo dood. En dan is er zijn eentje over tegen de muur van de kant. Rekt. Best wel rekt. Oeh, we hebben zelfs we hebben een keuze hier. Which one do we take? Okay. Ah. Nice. En dit, oh, hetzelfde ingang. Oh, deze is zo mooi. We gaan het gelijk even laten zien hoe goed we zijn. Je weet heel snel wat je moet doen. Hold on. I'm not that bitch. Just because I'm better than you. Oh, fucking hell. Ik kon het nog niet doen. Oké, kom hier met dat schild. Nee, dat schild. Oké, nu is het tijd om te trekken. Kom, jullie zijn met z'n drieën. Da-da-da-da. Kom maar. Dat is nog genoeg voor iedereen. Je moet alleen nog even rechargen. Oh, oh shit. Dat was gewoon goed. Iets te vroeg was het eigenlijk. Dat is wel goed. Wat? Je kan? Ja, je kan, je kan dit niet. Oké, okay, dan gaan we hiermee door, graag. Tot. Ik kan wat doen. Ah, natuurlijk. Dat was niet. De Logic Bomb. Explosive sense and virus that will destroy your forces shield and deal heavy damage to all targets in range. Go! Okay. Haha! Look at me! I did it! Alright, it's overload, why not? Dat heb ik zo lang niet meer gedaan. Memory overload. Oh, ik kan nog een blokkeertje vast. Oh, kom op! Oké, dat ging niet al te best. Ah, dat er niet. Come and take me! Ah. Alright. Cool. Allemaal met maar één fury. Perfect. When I get my memories back, can we leave Vaughn on the shelf? I don't want to remember assholes like him. The past can't hurt you anymore, sister. Focus on the here. And now. Oh, opeens moesten we draaien. Alright, well.
Well, there we go. We have a security breach in the guards' locker room. Expand, please. Sergeant Vaughn has been attacked. Total memory wipe. I want that intruder found. Double patrols. I'm activating the brain drain. The only person allowed to play with memories here is me. So let's run. Just stay out of the light, Millie. That's not the part. Right, is it? We're almost doing it. Oh yeah. Daar staat een stijl precies voor ons te wachten. Rob, haal het. Simple press of a button and whoosh. Cells on its way to maintenance. Just the place for an uninterrupted 40 winks. Oh, dat is flash. Or... dan flash je... dan flash je cell maintenance in... een wc. Raar. Heel raar. Ja, en het is hier bijna. Appointment notice. Madam and Dr. Quaid are required in the interrogation block. Oh, babe. You hear that? The interrogation rooms aren't far. Get going. Don't worry, babe. I'm on it. Why did I just call you babe? Well, I liked it. Aha! Van helemaal langs. Oh, hey. Heb je nog iets? Is dat hier? Nou wel. Zo waarschijnlijk om met jou te maken hebben. Aha! Kijk dat eens. Oh. Oh, hoe voorspelbaar. Dat is niet moeilijk om te kijken. Dun, da, da, da. Oh, hey. Oh, hey, wat ben jij voor terrifying? Oh, ik ben een van de dingen die jou dood wil. Oh, nee. Nee, Pieter. Get out. Luckily, I already know how to avoid those things. Dat was een stuk erger toen ik het voor de eerste deed. Oké, dat is kapot. Dus wat denk je hiervan? Oh, hoe makkelijk je iets direct kan krijgen. Alright, whatever. Let's use this. En toen spawnen er opeens een aantal achter me. Omdat, as always. Oh, en er zijn er twee. Waar zijn ze? Ik zie ze niet. Auw. Ik haal projectiel. Auw. Get out. Holy shit, twee tegelijk. Dat is niet fijn. Oh shit, dit is cool. Nou, nog een of andere oude schil om zich heen, waardoor die beschermd werd.
Oké, Peter, ik heb op een goede geschoten. Niet voor ongeluk op een van die gasten. Dat zou een waste zijn. Dat is zo geniaal. De meest beruchte gevangenis in heel Parijs. Ja hoor. En dan heb je sowieso cirkels. Oh, waar is hij gedaan naartoe? Ah, en dus gaat hij daar naartoe. Alright, who wants to dance? We want her alive! Our black skirt. All right. Like that, don't you? Is that pressure? Come out! Send those down! Kom, hoeveel recht kan je nog inkrijgen? Oh fuck, nee, niet goed. Hek, hek. Oké, hoeveel heb je nog nodig? Oh, there we go. Dat was het mooiste. Ah, oké, ga dan maar. Als we je toch niet kunnen verslaan, ga dan maar door. Alright. Okay. Let's go. The interrogation room must be this way. Restricted room, dat gaat dus niet werken. You know what that's gonna cost. Not very restricted, restricted. That makes two of us, buddy. Oh, come on. Ooh. Hello. Wat doe jij hier? Zielige gast. Staat hier maar gewoon een beetje. Een beetje te zitten. Kom, ik wil zien dat het waar het gebeurt. Gebeurt het hier en daar? Wat schrijf je hier dan? Ja? Checking permissions. Natuurlijk heb ik geen permission hiervoor. You memory hunters are all so naive. Using your gifts for petty theft. Oh, madame. Little shrew, I'm going to teach you the real power of memory games. And when I've finished with you, you'll think you've always adored me. Didn't hear anything. Never. Silence! In time, you will willingly give your life for me. All that he helped himself for the Luke. It's now or never, sis. Snatch the access to the prison servers. Wow, that is sick. Are you certain that you were roaming around the Saint Michel Comfortress by yourself? There we go. Oh my God, Edge, that was bad request. They've got him. Don't get distracted. Oh no, he'll be freed with all the rest. Follow Madame's remembrance to the memory servers. Altijd eerst naar de storage room gaan. Er zitten meestal leuke dingen. Maar deze keer niet. Dit lijkt op een plek waar mensen me willen. Okay, I'm in position. Let's do this. You're a grade A hero, sis, I swear. You must be close to the entrance to the Panopticon, the central tower. That's where the memory servers are. Use the memory you stole from Madame to find a way in there. Don't worry. I remember everything. Oh hey, and what zal dat dan zijn?
Ja, natuurlijk gaat het je aanvallen als je het kapot gaat proberen te maken. Oh hey. Form a circle. Form a circle. Klinkt leuk. Klinkt leuk. Let's get done with her quick. Pour on the pressure. Hey, knul. Misschien moet je het beter proberen, want nu ben je dood. Oh fuck. Hey, verkeerde. Aanvallen. Hier ben ik. Jij zal nog geen één keer meer raken. Alright. It seems to be working. Ik zou eerder moeten zeggen, is dit all you can do? Oh, heerlijk. Rust in pieces. Turns robot units into allies. Who will attack all ground units and eventually self-destruct. That's all that's fijn iets. Klinkt goed. Oh, let's do it. Maar nog steeds is niet al te best. Ha! Ha! Aan de kant, aan de kant, aan de kant. En je destroy it, thank you. Haha! Dan mogen jullie eens springen. Niet? Nee! Oh, ammo verspilling. Alsjeblieft, ga aan de kant. Laat me op dat ding schieten. Hij is de enige wat me concerns. Wanneer ga je eens aanvallen? Nu. Is dat zo'n beginner's luck? Dat zou iets zijn. Oh, nee, die wil ik niet doen. Nee, oh, whatever nou, nu moeten we het doen. Committed. Oké. Oh hey. Ik denk dat het echt gelukt. Rip. Oh, zijn het nou twee? Volgens mij wel. Oké, in ieder geval ga jij dood. Ja, inderdaad, dat waren de twee. Oh shit! Holy shit, dat deed pijn. Het is maar een riot shield! Jezus, laat me eerst... Oké, nou, dat weg moet sowieso ook nog. Kom hier, you bitch. Hey, goddammit, ga de verkeerde kant op. Oh, waar ben je nu? Je zit daar weer natuurlijk. Ga je weer in de weg staan? Oké, whatever. Dan gaan we eerst dat doen. Alweer. Ja, dan moet je bril kopen als je niets kan zien. Kijk, hè. Eén van de twee. Yes, who's going to feel some pain? Predicting the future like he shoots. Ah, what do you need? Oh shit! Wat denk je hiervan? Nu is het pas grip. Oh.
low blow. Kom op, laat maar even een goed aantal solid hits erin krijgen. Nu mag je alles aanvallen als je wilt. Ik kan niet. Het werkt daar niet. Het zal nog, het zal alleen maar beschamender zijn eigenlijk. Als je niet gedood wordt door die Fury. Zoals die gast net had. Rip. 100% rip. Why would you even try? You can try. Oh, kom. Richten. Uit, dat is daar. Dat is daar. Het allemaal op dezelfde plek uit. Volgens mij. Ja, uit. Daar is een remembrance. Hier moet ook weer iets leuks zitten. Restricted. Oh. Wat zit er dan? Het is leuk om naar te kijken. Valt mee. Disappointed. Millen had outside help. I want La Bastille isolated from the network. I've done that 10 minutes ago. This must never happen again, Sergeant Vaughn. It's Dr. Quaid's fault. That leech does whatever he feels like in his laboratory. Leave Dr. Quaid out of this. La Bastille's whole reputation was stained by the breakout. Yes, madam. And get me Olga Sadova on a secure line. I've got a job for her. Ja, had je niet in haar memory het verkeerd moeten doen, hè? You fucked up. That's the words. Ha. Oké, je hebt ze in tweeën gesplitst nu. Knock knock. Gotcha. Wat is er? Ja, je wilde er dus nog een doen. Inderdaad. Oh. The only person allowed to play with memories here is me. Ja, dat wilde je net ook zeggen. Uit. Eighty-eight AM. Ja. En toen waren er opeens... Auw, pijn. Toen waren er opeens... rare mannetjes. Uit. Spreek als altijd. Als eerste de schilden. La la la, van dat weg rennen. Nee, ga me afsluiten, toch niet? Aha, dit sukkel. Dit is het. Uit, queer. Nou. Maakt me niet uit of je memories... of jullie memories zijn of... whatever jullie zijn. Kunnen we nu helaas niet meer jullie smack-talk horen. Dat is het enige. Maar jullie gaan allemaal gerekt worden. Keihard. Ah. Jammer. Oh. Nice. Oh hey, we mogen niet Fury gebruiken. Nee. Nee. Ah, ziek. Nee. Kijk, nummer 2. Nog steeds niet slecht voor een aantal herinneringen om mij te proberen in elkaar te slaan. Maar om nog steeds zo geoond te worden als je... mij echt had moeten doden, dat is best wel zielig. Since when is a membrane turned out to be hostile? Edge, something bizarre is up here. Edge won't be able to help you, dear. Oh, hey. The game has begun, and it's my turn to play. Waarom heb je access op mijn hoofd? Is niet fijn. Nillen, Nillen, my little untamable shrew. You came back to me. I am flattered. You seem upset, my darling. Let's stop these silly games. Come up.
I'm waiting. I am waiting. I am waiting to be killed by Millen. Hello. Millen, did you miss me? Not exactly. Not bad. A latched remembrane. I knew you would appreciate it. I'm here to get my memory back. Everything's here. You only need to look. Your little games don't scare me, madame. In time, little one. In time. Well, I think the games have just begun. Ah, new tips. All right, well, to the memory. Oh, ik kan gewoon springen. To the memory. Eh, het was toch best weg. All right, prequel. I have a new game, a special game just for you. Would you like that? A private lesson? Sure, go for it. I know exactly how your game works, so... Pathetic little runt! Get out! Kijk hier. Het is ongelooflijk hoeveel sneller dit nu al gaat. Oh, jammer. Your resistance thrills me, my darling. Yeah, I know. Okay, that was again easy. Ow, oh shit, it's a Neil. Let's play another game. Oh, that was snel. Als je een nieuwe game wilde spelen. Vond je het niet leuk of zo? Ik vond het wel leuk. Oh ja, ik weet niet of ik hier moet zien. Oh nee, welcome dat niet. Back. I've missed you. Ja, but I did not miss you. Alright, well, let's go for it. Haha, your game sucks. Oh, hell. Okay, we're saying you want to see your guy. Ow, that's fine. Don't fight your desire to worship me. I have no desire at the moment to do something like that. Oh, come on, don't fight that. Oh, ah. That was some, crow. Oh, come on. Enough of this. You cannot defeat me. Het gaat toch gebeuren hoor. Even quicker than the both of us. Run, my darling. Oh. Run. Okay, ja, hier ben ik slecht in. Please. Stop it. You can't handle this, can you? You don't know me. Alright, well, let's try it again. You won't get me that easily. Nou, als je hetzelfde tijd laat blijken. En als je de achtergrond zo gaat maken dat het niet de uitgestrekte spook die gasten hun hoofd kan zien. Dat gaat natuurlijk heel snel. Nou, I'm not that easy.
Hey, aan de kant met je dingen. Waar ben je? Daar, kijk. Oh, kom op, en dan spring je helemaal verkeerd weg. Oh, oh. That's why I say that. Oh shit. Oh shit, ik dacht dat je daar niet kon komen. La 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 la. Don't fight your desire to worship me. Okay, dat betekent dat je mannetjes weer komen. Ha. Kom, wordt gericht. Helemaal de rit ook af in. Oh shit, nee, niet die dingen weer. Ik haat projectile shooters. Oh, kom op. En natuurlijk ook omdat die... Dat is echt een plaats. Oh. Nou, wel. Dan wordt weer even wachten. Now, I'm not that easy. Up the wall. That's something you almost always need to do, except for when you achieve. Welcome back. I've missed you. Ja, maar het gaat om mij. Ja, ik weet het. Eventjes heb ik nodig. Thank you. Waar ben je? You failed to hit me. Again. Ik zijn weet niet om... Wat je kan doen om dit beter te maken. Misschien zou de gevechten wel een stuk makkelijker kunnen. Maar dat ik het gewoon niet weet. Nog steeds. You won't get me that easily. Okay. Waar zijn ze? Waar zijn je mannetjes? Waar zijn je mannetjes? Daar. I already calculated. Ik heb altijd wel help nodig. Helemaal als we weer zo'n project aan schieten zijn gaan krijgen. Au, kijk, inderdaad. Precies wat ik bedoel. En daar gaan we weer. Don't fight your desire to worship me. I'm not fighting anything. You're fighting me. That's what I interpret in this situation. You won't get me. Oh, ik dacht dus. Ze zijn gewoon prisoners hier eigenlijk ook in deze rare wereld. Alright, goeie. Hallo. Alright, there you go. Daar zijn we jou op te komen. De pijn. Dat was zeker wel een arm. Die gebroken is. Well, new stage. Help. This time, help you should life. Stay forever. Come to me, Millie. Find me if you can. I know where to find you. Oh, come on. Ow, the pain. Crawl. Alright. Nieuwe tactiek hier altijd. Dit was eigenlijk niet zo lang de vorige keer dat ik hier een hele tactiek voor heb gemaakt. Okay, dus als je iets zegt bij als we straks daar komen. Dan gaan we hier staan. Niet rooien, shit. Oh, zijn er niet veel. Oh, fucking hell. You are mine. Mine! All lower their eyes to Madame. Madame.
Oh. Oh shit, ik zat niet eens opgeletten. Oké, nou, sowieso gaan we hier nog dood. Ik ben hier sowieso nog een keer dood. In de fight will so weer. Oh, come on. Oh, heck. Kijk, dat is. Alright, thank you. Dan, dat is goed advies. Gaf je me de vorige keer niet? Obey! Obey! The Conjuring. Obey. Oh nee, nog niet. Alright. Let's hope this works. You cannot make me! How dare you make me! It's obscene! Nee, oh, get it. Shit! Get it all. Oh. Oké, ik ben super slecht met dat camera. Pathetic. Nee hoor, ik dood je. Most killers are prophetic. I agree with you there. Oh. You've learned nothing in your time away from me. Ja, ik weet dat. Precies wat ik moet doen. Don't you worry. I got a plan. Oh shit. Inderdaad. Ik zit in de wereld verkeerde. Oh, nice. Dan moet ik het best proberen. Stupid petulant child. Don't worry, we got it under control. Oh, actually not really. Okay, nu weet ik wat we doen. Kom even rondrennen. This time, you should stay forever. Kom eens blijven rondrennen. Nou, twee minuten blijven rondrennen, liep niet. Dan heel goed opletten wanneer er iets gegooid wordt. Worship me! Aha! Oh, en dan doe ik weer het verkeerde. Haha, cirkel. I am your goddess! Nee, dat wil ik niet. Oké, okay, word ik hier nou gewoon serieus beter in? Nee. Ha. Ik ben heel erg blij dat zij niet een of andere super move kan doen tussendoor. Alright. Die. Oh, kom op. En ik druk weer niet op de knop. Alright, there you are. Oh shit, goed getimed. Oh fuck, stop niet. Ik een stuk meer goed getimed dan dat ik kijk was. Oh nee, ik moet juist hier zetten, dus nee, want dat moet veilig zijn. Oh. This time, you should stay forever. Oh. Nope. Resistance thrills me, my darling. Okay, we zijn er weer bijna. En dan ook voor de laatste keer. Oh. Holy shit, dit vind ik zo wel. Alright, snel. Dylan,
Don't fuck it up by now. Get wrecked. Oh, let's terminate you. Wait, that's me. Ah! Vorige keer wist ik niet wat dat betekende. Nu natuurlijk wel. Oh! Hele onduidelijke cutscene, weet het wel of niet lukt. Wat lukt? Oké, ik had niet verwacht nog steeds dat het zo vlekkeloos zou gaan. Aangezien ik ongeveer waardeloos ben. Ah! You suck. It's time to terminate you. Ook mooi zo echt in de stomp in de nek geeft. Oh yeah. School's out, Mrs. Madame. Mrs. Madame, nog steeds wel een naam. The Force Spammer remotely moves devices by overloading their control system and sustaining a constant amount of trash data in their routines. Madame's down. Use her Force Spammer to unlock the memory confinement servers. Kom mee. Oh, het moet er wel eerst daartoe. Oh, jammer. La 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 la. Oh, dan moeten we zo nog niet alleen. En nu, let's move. Alright, dit is lastig. Dit is super lastig. Daarvoor moeten we zo staan. En zo gaan. Maar het camera enkel maakt het super lastig. Alright, nog een keer. Geen slecht camera angle, please. Oh, toch wel. Oh, ik heb nog steeds. Dat ging best wel. Dat ging best wel makkelijk. Alright. And another one. Hold it. Oh, en toen. Wat toen? Ook alweer. Ah, hey, kijk. Ja, weet je. Very nice. En dan gaan we nog hier naartoe. Oh, nee. Kom, deze kant gaan we op. Ik zei, we gaan deze kant op. Ik hoop dat we deze niet al te vaak hoeven te gebruiken. Dit is echt een obnoxious eentje. Oké. Okay. Okay, there we go. Memory confinement protocols disengaged. Syncing back up with origin storage media. Yeah, that's a good database. You did it! You've rebooted the Errorist Revolution. All our comrades have regained their memories. Cell upon cell of vandalized minds, each receiving the memories that were stolen from them. Rebirth. Yeah. Momentarily adrift, their minds cling to anger, fueling their newfound liberty with an immediate need for action. Finally, long buried convictions, forged stronger by their captivity, rise through the turmoil and reforge their humanity. Nothing can stop our comrades. Where are my memories? I don't feel anything. Don't worry. If there's one thing that works here, it's their backups. Your turn is coming. Edge! This is only a partial restore. There are still holes. I can feel them. Blind spots. It's not the whole picture. Something's wrong. Madame might have transferred your memories elsewhere. Hey, oh God! My crime!
Countdown ceremony will begin shortly. We're heading to your office. I know. Just give me a minute. Calling Alexia. Unable to connect. Please leave a message. Alexia, damn it, call me. The whole of Paris will be watching my appointment ceremony. You can't let me down like this. I need you there. Message recorded. Selfish bitch. Override time. Met de vreselijke controls. Maar wel geweldig cool parts. En nu is weer de vraag. Kan ik dit handelen? Selfish bitch. I gave you more than I ever took, Frank. You had my best years. Bullshit. You'll ruin my career before it's even started. Because I won't be standing next to you in a photo? Get real, Frank. I'm not gonna pretend anymore. Alex, don't you dare walk out! Fuck you, Frank! Alex! Alright. Oh, hey. Oh, hey, memory limits. Selfish bitch. Don't worry, we'll make you kill her. Nee, ga terug, hoe doe je het? Juist. Go ahead. I gave you more than I ever took, Frank. Oh, deze is wel leuk. Oh, nee, dat moet gebeuren. Goed zo. Cool. Deze is wel leuk. Nee. Ja, kom op. Ga terug. Bijna. Ja. Remove the gun safety. I gave you more than Please rewind. Hij kan niet zichzelf doden. Hij kan niet zichzelf herinneren als hij. Hij kan niet zichzelf dood herinneren. Dat zou hele rare memories zijn. Oh, die moet wel vallen. I gave you more than I ever took, Frank. You had my best years. Oh. Nou, eindelijk wordt het dan wel. Ja, kom op. Eindelijk wordt het dan wel weer wat clearer. Wat ik moet doen. I gave you more than I ever took, Frank. You had my best. Ah. Bullshit. You'll ruin my career before it's even started. Oh. Cool. Bullshit. You'll ruin my career before it's even started. There we go. Remove the gun safety. Because I won't be standing next to you in a photo? Get real, Frank. Get real, Frank. Alex. Don't you dare walk out! Oh, die is ook zo geniaal. Die is zo geniaal. Because I won't be standing next to you in a photo. Get real, Frank. Je wil niet weten hoe vaak ik die vorige keer heb gehoord. Because I won't be standing next to you in a photo. Get real, Frank. Yep. Shut up, I'll get out. Frank. Right. There we go. Don't you dare walk out! What are you gonna do? Shoot me? You can't even stand up straight. Be serious, Frank. You never even take the safety off. Alex!
Oh. Right now. We can't delay this any longer. Bastards. You're not taking me in for this. It was an accident. I won't give you the satisfaction. I'm so sorry, Alex. I'm so sorry. Discovery. Dat je verandert alleen maar de memories van mensen. Het is niet dat je de acties verandert. Alright, well, dat was de. The raid on Labastille ended with nothing but more deception and emotional holes. Sure, Madame's rule has come to an end, but my past still eludes me. No worries, without we'll get memories, it back. I have no choice but to follow Edge's instructions with hollow conviction. And despite the atrocities I witnessed in that prison winning me over to the errorist cause, the recovered memory of my crime is gnawing away at my soul. I pushed a man to suicide. What else have I done? Worse? Edge only sees cause for celebration. Our liberated comrades have remembered their credo and taken up the fight against sense and technology once more. And now he wants to strike at the heart of the reconversion project and smash Memorize forever. His plan, go for the Queen Bee, Scylla Cartier-Wells, president of Memorize. I must remix her worldview, skew her past and soften her heart. And so I asked myself, is winning this struggle worth losing my soul? Can one crime justify the reversal of another? The old Nilin seemed to have the answer. As for this Nilin, she doesn't have a clue. That's the voice of someone who's hopeless. Episode 5. Headshots. Nou, vanaf nu is het allemaal ook allemaal voor mij weer nieuw. Saint-Michel District. You're going to infiltrate the Memorize head office. Find that bitch Scylla and put an end to her reconversion project. Crush her errant beliefs. We must stop her from building an army of leapers. Je begon al. Dit is al de tweede keer dat je met het woord bitch in je eerste zin begon. Oh, wait. Alright. En ik zei inderdaad al. Ja. Oh, we moeten iets anders voor doen. Hier. We moeten ergens opkomen. Oh, nou dat laat even lekker nat worden ofzo. Oh, kijk dit is. Dat zou helpen, hopelijk. Dan hebben we weer creepy robots. Robots hier. Oké. Oh hey, oh dat is zo'n ding. Hoi. 4 van 55. Gaan we er meer van ontdekken? I doubt it. Zullen er heus al 1 of 2 zijn die ik nog wel zal zien. Maar de rest... Ik denk van niets. Alright, nog steeds. Ja, ik zie wel de billboards hier.
Inderdaad. Maar je gaat rippen als je te ver gaat. Dat zie ik ook. Alright, wat wil je? Fuck off. Ja, dan wat wil je? Ik kan niet hierop bijvoorbeeld. Het enige wat je kan is dit. Oh. Oh, kom op. Wat? Je ziet dat toch wel. Oké, hallo. Well, we're stuck already. That's how fantastic this is. Wat wil je niet doen? Dat je wel een of andere rare poster gaat doen. Fine. Alright, whatever. Laten we dan even hier even kijken. Of niet. Nee, toch niet. Alright, misschien even doodgaan. Dat is dat je dan het antwoord geeft. Ja, fuck it. Ah, nou, toch niet. We zijn dood. Misschien ga... Please. Ga dan... iets om hulp geven. Hawkeye, wat wil je, Hawkeye? Ja, dat zie ik toch. Maar nu kan ik eigenlijk helemaal niets meer. Wat best wel disappointing is. Remember you can move around by using the force spell. Ja. Sorry. Als eerst, nu heb ik nog als eerste van. Ik moet de force spammer kunnen gebruiken. En dan wil hij opeens niet meer. Text hint 2, ja, dat helpt niet zoveel. Ah, glitch, glitch. Ik denk dat er gewoon hier iets geglitcht is, ook al. Let's reload. Dat helpt over het algemeen wel. Maar net helpt het ook. Oh, hielp het ook niet. So, nope, it still doesn't work. Ah! Nee, want straks zal zie je niet meer. Dat is gewoon hele. Oh, whatever. Well, dan moeten we dus exit to main menu en weer terug. Oh, dit is irritant. Continue. Oh, nou, dan beginnen we dus gelijk. Dus weer even met een mooie introduction. Indeed, we gaan weer even hier. The raid on Labastille ended with nothing. Je kan het niet skippen. Kan het wel stilzetten. And emotional holes. Sure, Madame's rule has come to an end. But my past still eludes me. Without my memories, I have no choice but to follow Edge's instructions with hollow conviction. And despite the atrocities I witnessed in that prison winning me over to the errorist cause, the recovered memory of my crime is gnawing away at my soul. I pushed a man to suicide. What else have I done? Worse? Edge only sees cause for celebration. Our liberated comrades have remembered their credo and taken up the fight against sense and technology once more. And now he wants to strike at the heart of the reconversion project and smash Memorize forever. His plan, go for the Queen Bee. Scylla Cartier-Wells, president of Memorize. I must remix her worldview, skew her past and soften her heart. And so I asked myself, is winning this struggle worth losing my soul? Can one crime justify the reversal of another? The old Nilin seemed to have the answer. As for this Nilin, she doesn't have a clue. She doesn't have a clue. Well, please have a clue how to solve this puzzle right now. Because otherwise, we'll be stuck. En dat zou me niet tevreden maken. Alright. We zijn hier weer. Alles reloaded.
zal weer goed moeten werken. Hopelijk. We zien gelijk waar we moeten zijn inderdaad hier. You're going to infiltrate the Memorize head office. Find that bitch Scylla and put an end to her reconversion project. Crush her errant beliefs. We must stop her from building an army of leapers. Uh-oh, it looked really neat. Nou, als het gewoon helemaal niet lukt, dan... Ik snap echt, wat is er hier gebeurd? Waarom werkt het opeens niet meer? Bindings. Dus kijk, bijvoorbeeld 1. Als ik dat nou bijvoorbeeld C nu maak. Oh, nee, S. Dat is niet goed. L of zo. Heel ugly. Ja. Alright, dus dat is gewoon even dat je faalde. Dat de game even faalde. Laten we hem dan maar terugbinden. En hopelijk werkt het dan. Alright. There we go. Ja. Oh, je moet nog verder eigenlijk dus. Dat is dus wat je zegt. Hetgene wat zo jammer nou is, is dat je niet verder kan krijgen. Oh, en toen was je opeens heel erg gelijk. Waarom? No idea. Sorry Nilan. Maar opeens hebben we lag. En ik ga even kijken waarom. Guess who crashed the game? Me. Alright. Laten we ons eerst hier even kijken. Nee, dit heeft er helemaal niets mee te maken met wat we daar moeten doen, volgens mij. Alleen voor dit ding. En dat is niet interessant. Ja, heel interessant. Way, yay. Woe. Let's go. Oké, is dus iets hier wat ik zou moeten kunnen? Oh, heerlijk. Je gaat weer glitchen. Alright, well, then, natuurlijk. L, zoiets. Oké. Misschien helpt het wel. Alright. Please. Why don't you work? Waarom blijft hij dan niet gewoon staan? Oh! Ik snap... eindelijk. Ik snap het. Kijk eens hoe slim we zijn. Kijk eens hoe slim we zijn om vervolgens in het, nog steeds in het water te springen. Oh mijn god. Oké, dat was te mooi. Dat was te mooi. Gelijk ga ik die body tussen. Oh mijn god, dat was te mooi. Dat kan ik niet geloven dat dat zojuist gebeurde. Alright. Nu is het wel springen, hè. Nice. Hard. Het was even schoten logic naast mij. Oh, we komen straks weer op een area om te vechten. Oh, wat? Nog eens als naar dit. Oh, wat is er hier? Wat is er hier? Ergens. Veel rood. Hek. Oh fucking hell. Waar zijn je minions? Daar. Dit is geen fijne plek om te vechten. Het is veel te klein. Ah,
Alright, tenminste, wel weer te lang geweest, sinds dat er wat actie was. Ga bij die grote gast weg. Oh shit, die was makkelijk te doden. Oh, natuurlijk komt er een nieuwe. Twee nieuwe zelfs natuurlijk, hè. En dan kunnen we hier niet meer onderdoor. It's kill time! Nee, verkeerde. Ik zei toch verkeerde? Nee, je weet toch ondertussen wel dat je niet op hem moet gaan. Als er van die gasten zijn. Auw, dat deed pijn natuurlijk, hè. Auw. Holy shit, oké. Nee, even niet overigens worden, hè. Nee, ga op die andere, ga de kleine. En aan de kant gaan, dat moet je ook. Niet op hem. Oh, kom op. Nee. Oh hey, we hebben het niet gedaan. Oh shit. Oh, ik dacht dat die oh wel, dat was easy. After all. Closed. Sorry for the inconvenience. Alright, hier is nog iets ergens. And I'm gonna find it. Hier ergens is het. Aha. Thank you. Focus chunk plus one. The fifth focus boost collected adds an extra chunk to your focus card. Oh. Ja, dat heb ik op dit moment ook echt nodig. Well, me neal anyway. Oh, sorry no. Dat deed waarschijnlijk pijn. Maar ja, whatever. We survived it, so we're good. Oh. Alright. Al dan lekker plek dit. Ratten en bloodsaints. Hurry. En we hebben weer. This is our last chance to shoot Memorize. Right in the brainstem. Ik weet ook niet waarom dit komt. Waarom lekt hij nou? Hij heeft geen enkele reden om te lekken. Misschien was ik. Another errand. I'm not some obedient valet, Edge. Let's wait and see if it's gonna work out. Ik denk dat het mijn computer is. Dus het zal waarschijnlijk wel niet workout zijn. Ah ja, we moeten eerst op Edge, we moeten zijn antwoord wachten voordat we verder kunnen. Oh mijn god. Oh, dit is zo erg. Oh, dit is zo erg. Nou ja, toch wel einde. Nou ja, ik geef het een laatste kans. Als het dan nog niet doet, dan moeten we het helaas abandonen. Oh, dat is always nice. Oké, volgens mij pointed me dat in de goede kant. Nou, maar hier is toch helemaal niets. So why even bother? Dat is niet fijn. Alright, wel. Ik geloof dat het terug is. Ja, wel. Dan is er dus ook niets anders te doen. What a shame. We hebben alvast een preview gehad van de volgende episode dan, zou ik zeggen. En nou, we gaan het andere keer opnieuw proberen. Dus jammer, niet echt iets nieuws kunnen doen, alleen maar die hele opnieuw. Dus ik ga dit wel proberen goed te maken. Dus ik ga proberen dit verder morgen te doen en dan we'll see. So yeah, this is Snalek67.
and I will see you next time. Oh, the activated mines. Yeah, sure. Ha! That's fine. Need fine. Citizen, you are subject to a Sigma 8 arrest warrant. Stand down immediately. What was it for, Selen? Hello? Only a spelling word. Ow! Shit! Shit, dit ding is te snel. Shut up! Nee!